Liesbeth. Goedemiddag. Goedemiddag, Stan. Zo. Hi. Nou, dit is hem dan. De nieuwe Peugeot 2008 SUV. Mooi auto. Deze is voor jou. En je mag jezelf naar je werk gaan rijden. Nou, superleuk. Gaan we doen. Weg naar Rotterdam. Wat ga je doen in Rotterdam? Ik ben onlangs voorzitter geworden bij een businessclub waar ik eigenlijk al jarenlang lid van ben, Business Open. Het staat zo'n 9 jaar en wat we daar doen is om de 2 weken bij elkaar komen en dan gaan we ontbijten met elkaar en dan zitten er allemaal ondernemers van verschillende branches en die gaan pitchen en die stellen ook een zoekvraag. En op die manier ga je elkaar proberen te helpen om ook binnen te komen bij de bedrijven waar zeg maar naar gezocht wordt. Want je rijdt een iets oudere uitvoering van de 2008. Hoe bevalt deze nieuwe tot nu toe? Nou, ik vind hem echt super rijden. Ja, het klopt gewoon. Mooie brede dashboard. Het ziet gewoon allemaal strak uit. Het is echt, hij ligt goed op de weg. Ja, voor zover ik verstand heb van auto's kan ik zeggen dat het heel, heel prettig aanvoelt. Zeg maar. En de 3D cockpit, is die ook al opgevallen? Nou ja, nu je het zegt, denk ik inderdaad van ja, dat ziet er inderdaad wel even anders uit dan bij wat ik gewend ben. Het ziet er echt modern uit. Dus, bijna futuristisch zou je zeggen. Ja, inderdaad. Zit in je eigen kleine ruimteschip. Ja, nou, je hebt een mooie fantasie, maar inderdaad, nu je het zo zegt. Ja, we hebben een lijstje van 15 vragen. Ja. En nou ben ik wel benieuwd hoe snel jij die vraag kan beantwoorden. Denk jij sneller te zijn dan de andere personen die de vraag gaan beantwoorden? Nou, ik ga mijn best doen. Nou, dan gaan we beginnen. Hoeveel auto's heb jij gehad? 5. Hoe lang heb jij je rijbewijs? 22 jaar. Hoeveel boetes pak je per jaar? 2. Kan je een beetje goed parkeren? Inparkeren, ja. Ja. Heb je ooit schade gereden? Ja. Veel? 2 keer. Hoeveel kilometer rij je ongeveer per jaar? Oh jeetje. 16.000. Wat vind jij het belangrijkste aan een auto? Dat hij rijdt. Wat is het hardste wat je ooit hebt gereden? 160. Zo. Okay. Hoe ver kan de elektrische variant van de 2008, denk je? 200. 320 kilometer. Oh. En hij is binnen 30 minuten is hij 80% opgeladen. Ja. Je hebt het over gemiddeld 2 boetes per jaar. Wat voor boetes pak je dan? Ja, ik moest natuurlijk even heel snel antwoorden en ik heb niet zoveel boetes, maar omdat ik een tijdje als accountmanager door het hele land moest rijden, pakte ik er zelfs wel eens 1 per maand. Maar ja, over 22 jaar rijbewijs denk ik nou ongeveer 2 per jaar. Maar ik streef eigenlijk naar 0 natuurlijk, ik vind het echt zonder geld. Wie streeft er nou niet naar 0? Ja. Ja, precies. Maar ja, het zijn wel vaak van die hele flauwe, of net jammere boetes. Van net even 5 kilometer te hard. Eigenlijk nooit voor de rood rijden of de belachelijke snelheid boetes. Want daar doe ik niet aan. Het is echt net even jammer altijd. Soms. Dus je zult waarschijnlijk niet zo snel opduiken in wegmisbruikers? Nee, dat ben ik zeker ook niet van plan. Want daar is een auto niet voor bedoeld. Je zei als hardste dat je gereden hebt, zei je 160. Dat was in Duitsland. Nou is dat met deze auto, we rijden nu in de eco-modus, dus dan zijn we goed verantwoord bezig voor het milieu. Maar ik kan hem ook wel even overzetten naar de sportmodus. Moet je opletten, hij kan nog wel eens wat harder gaan, dus moet je even opletten. Ja. Kun je wat harder? Ja, ik voel het. Ja, je voelt het al gelijk, ja, hè? Ja, ik voel het. En je ziet ook gelijk daar in de 3D-panel zie je gelijk sport ook naar voren komen, het woordje. Nou, dat maar is dus mooi, het 3D-effect zie je gelijk de sport inderdaad overkomen. Ja. Zetten we hem nou weer terug naar de eco. Ja, ik zie het. Zo. Want nou, je moet nog wel eens wat afstanden overbruggen voor je werk. En dan moet je natuurlijk goed mobiel voor zijn. Hoe belangrijk is mobiliteit voor jou? Nou, heel belangrijk. Want ik zou mijn werk echt niet kunnen doen zonder auto. En dan zei ik wel dat ik het belangrijk vind dat een auto rijdt. Maar ik heb wel het geluk dat ik zeg maar in de gelegenheid ook ben om een mooie auto te kunnen kopen. Dus ik rij ook een Peugeot. Ja. Weet je, ik heb gewoon veel. Ik moet door veel plekken komen door Nederland. Dus ja, ik kan het niet zonder auto doen. Dus ja, heel belangrijk. Want je hebt gezegd dat je op zich wel redelijk kan inparkeren. Nou, we zijn aangekomen op plek van bestemming. Laat maar zien. Oké, nou, ik zie daar een plekje. Ik ga hem gewoon, denk ik, hier gewoon inzetten.
kom achterin. Toch achteruit? En daar is nog een plekje, ja? Jezus Christus. Dit klinkt eruit. Nou, dit is voor mij best straks zo. Nou, dit is top hoor. En recht. Nou, ideaal. Dat, ja, ben ik geslaagd? Dat heb je goed gedaan. Je bent geslaagd. Top. Goed gedaan. Dankjewel. En wil jij nou ook voor een dagje deze mooie Peugeot 2008 een dagje mee hebben? Deel dan deze video en tag degene waarmee jij van deze mooie auto zou gaan genieten.